Ja, goedemorgen. Welkom terug in het prachtige Italië. We gaan vandaag even een veldje hoogte. Ik zal heel even de map erbij pakken. Kijken. Veldje 24 kunnen wij oogsten en veldje 11 kunnen wij oogsten. Dus we gaan met de oogstmachine naar veld 24. Dan gaan we daar een start maken met het oogsten daarvan. En dan wil ik vandaag ook nog eens zien dat we die pallets even wegbrengen. En natuurlijk dat we wat dieren erbij gaan krijgen. Nu hebben we de knippertjes aan. Zo, doe gelijk even een muziekje erbij. Hup, hup, achteruit mijn jong. Een keertje een ander plekje zoeken voor deze. Het is allemaal net krap zat, hè. Ga ik wel goed of ga ik naar de hoofdweg op? Even kijken. Ja, ik ga eigenlijk de hoofdweg op. Dat willen we niet. Ik draai hem hier even om. Ik wil eigenlijk met deze machine niet de hoogweg op, want straks krijgen we tramland met de autoriteiten. Daar weer iets doen wat niet mag. En dat willen we niet. Dus we gaan even zo. We hebben hier linksaf. Hoppakee. Nou, we zijn los hoor. Zoals ik al zei, vorige ochtend eventjes weer bij de bakker geweest. Een paar lekkere verse broodjes gehaald. En daar ben ik een andere boer tegengekomen. Die zit met name in de agrarische landbouw. Dus die doet eigenlijk alleen maar gewassen. En daar hadden we het zo over. Dat ik hier... een wijngaard wil gaan maken. Nou, daar kon hij mij wel mee helpen. Hij kon mij eventueel ook nog wel helpen met het genereren van een werkgelegenheid, wou hij niet zeggen, maar hij had nog wel het een en ander te doen. Dus op het moment dat hij een handje nodig heeft, dan zou hij even een signaaltje geven. En dan kunnen we voor hem ook nog aan het werk. Dus dat is altijd hartstikke mooi. Dan klappen wij hem even uit. Hier links van ons ligt het veld. Zo, hij zit erop. Dan rijden we even naar het veld toe. En dan kunnen we beginnen. Nou, kom op. Hupsakee. Nou, daar gaan we heen.
mooi. We zijn weer onderweg, jongens. Even een veldje oogsten. Dat dacht ik al. Als we een keer de mogelijkheid hebben, dan moeten we zien dat we een betere oogstmachine kunnen krijgen. Want dit beestje heeft af en toe wat moeite mee, want hij ligt wat laag op de grond. Dus hier aan de linkerkant is het wat steiler. Want ja, het is natuurlijk heuvelachtig Italië. Goed, als we deze rand eenmaal gedaan hebben, dan zal het goed lopen. We zien dat ik vandaag eens even zien dat we ook wat kippen erbij kunnen halen. Dat zou ik wel fijn vinden. Want dat brengt toch ook weer wat extra geld in het laadje. En die hebben relatief weinig voedsel nodig. Dus dat is makkelijk geld verdienen is het niet natuurlijk. Maar op deze manier kunnen we extra inkomsten genereren buiten het veldwerk om. We zullen straks eens even contact opnemen met de lokale veehandelaar. Eens kijken of hij voor een leuke prijs ons kan voorzien in het aantal kippen. En we gaan vandaag in ieder geval de honing wegbrengen. En dan zijn we alweer bijna het veldje rond. Dus zo zijn we lekker bezig, zeg ik. Nou, dan doe ik nog één keer de kop hakken. Ik rij hem even door tot aan hier. Dan sluit dat allemaal mooi aan. Zo. Dan gaan we nog even een kopakketje doen. En dan gaan we op en neer. En daar maak ik weer een mooie timelapse voor jullie van. Dus ik zeg geniet ervan en zie jullie zo weer. Zo, nou, het laatste strookje even doen. Dan hier en daar nog een schandaaltje even weghalen. En dan hebben we het veld erin zitten. Ik hoop dat we deze baan nog even af kunnen maken voordat we de 100% bereiken. Ik denk niet dat we hem helemaal erin krijgen, maar dan moeten we even de trailer op gaan halen. Dan moeten we een stukje terugwandelen naar de boerderij. Even goed de teller rechts onderin in de gaten houden dat we daar niet tegen de 100% aan tikken. En een stukje veld kapot rijden. Want het gaat nou het laatste paar meters dan. Ik denk wel dat we dat gaan redden. Nou, misschien net een paar sprietjes niet. Nou, toch wel.
Hartstikke mooi. Hem er vast voor zetten. En dan pakken we dit zo eventjes op. Dan lopen we zo eventjes terug naar de boerderij. En dan halen we even de trekker op met de karren. Voor de buisjes uit, 100%. Even uitzetten. Nou, dan rennen we even gauw terug naar de boerderij. Goed dat ik zo'n goede conditie heb, jongens, want anders dan gaan we overal de auto mee naartoe moeten slepen. Oh, en dat is ook een dingetje wat we nog vandaag even gaan doen, is die caravan eruit, want die hebben we nou niet meer nodig. Dus die gooien we er gewoon even uit. Op. Dus die oogst mooi binnen, die gaat de silo in. Als we daadwerkelijk een mooie deal krijgen voor die kippen, dan hebben we het nodig voor de kippenvoer. Dan hoeven we dat in ieder geval niet meer aan te schaffen. Dat loopt. Zetten we hem eventjes uit. Dat hoeft natuurlijk niet aan te blijven. Als hij dan leeg is, pakken we het laatste stuk even op. En dan hebben we weer een veldje geoogst. Dan kunnen we naar de volgende. Duizend liter nog. Hoppakee, en het laatste stukje even. Dan moeten we heel even kijken, want het stro moet natuurlijk ook oprapen. Ik ben op de boerderij nog geen opraapwagen tegengekomen, dus het kan zijn dat we er even eentje moeten huren of zo. Of even bij de buurman vragen of die er eentje te leen heeft. Want ook dat stro, dat is natuurlijk iets wat wij kunnen gebruiken. Tja, zo beland je in één keer in Italië. Dan heb je het briljante idee om een wijnboer te gaan worden. We zullen natuurlijk ook onze velden natuurlijk wel moeten gebruiken voor het voedsel van de beesten. Dat hoort er ook bij, dus we gaan wel zien hoe het zich ontwikkelt. Even de schandaaltjes oppakken. Hupsakee.
buis uit en dan zit het erin. Laatste beetje eruit. Oké. Ik kan deze weer op de trailer. Taanhangertje. En dan kunnen we naar het andere vel toe. Trailertje er weer achter. Ik ben net te ver, te dichterop natuurlijk. Het andere veld alvast met de oogstmachine. Dan komen we toch langs de boerderij. Dan dumpen we gelijk die lading uit de kar. En dan kunnen we de kar daar neerzetten en dan kan dat veld ook geoogst worden. En zo blijf je een beetje heen en weer rijden. Deze kant op. Die zijn nog aan het groeien. Dus die, dat is de volgende. Het veld staat er weer helemaal vol met onkruid. Goed, het is al geoogst, dus dat vind ik niet zo heel erg. Dat ploegen we straks er wel uit. Want ja, daar is natuurlijk niks aan gedaan, dus het onkruid is gewoon gaan groeien. Hè? En als het goed is, kan dit ook geoogst worden. Zie, gras. Ha, ook niet handig. Had ik even niet over nagedacht dat we ook nog gras hadden. Dan draai ik hem wel even om. Ik had even geen benul dat het gras was. Mijn excuus daarvoor. Dus dan kan deze gewoon terug naar de boerderij. Dan moeten we even kijken, want ik kan me niet herinneren dat we een maaier hadden. Dat moet haast wel. Nou, je weet het niet. Nou, weer een ritje terug.
Nou, daar zijn we er weer. Dus even kijken. Het is misschien makkelijker de volgende keer dat we hem achteruit erin steken. We zetten hem wel even hier neer. Er staat hier ook niemand in de weg. Zie. Staat hier niemand in de weg? Nou, eens even kijken. Die bijen zijn ook lekker bezig. Eens even kijken, want volgens mij heb ik op de boerderij zelf geen maaier gezien. Dat zou wel heel vervelend zijn natuurlijk. Want ja, grasmaaien zonder maaier, dat gaat niet. Nee. Dat is vreemd. Ik weet zeker dat er een maaier... Hij zegt alle velden die zijn... alle spullen daarvoor heb je binnen. Dus het is heel apart. Tot even eten geven. Dan ga ik hem even bellen. Even vragen of die... wat hij met die maaier heeft gedaan. Nou, dan ben ik zo weer terug. Nou, ik heb hem gesproken. Was natuurlijk met handen en voeten, want ja, zo heel goed kan ik geen Italiaans. Maar het kwam dus op neer dat bij de kuil, die schijnen we er ook hebben, daar zou een maaier moeten staan en een opraapwagen. Dus we gaan even kijken. Die kuil die zit hier. En dan even zien. Nou, dat lijkt inderdaad op een maaier. En dat... lijkt verrekte veel op een opraapwagen. Gewoon totaal over het hoofd gezien. Maar het is dus compleet. Dus dat is mooi. Dan sprinten we even gauw naar de trekker. En dan gooien we die lading in de silo. En dan gaan we gras maaien. En dan zat ik te denken dat als het geld genoeg is, dat we misschien ook een paar schapen erin kunnen gooien. Want die eten natuurlijk het gras. En dan... kunnen we en schapen en kippen. Ja, het aardig eind op weg. Dus deze rijden we even naar de boerderij om te legen. Een stukje verder naar boven, anders dan... Hij wil hem niet helemaal pakken. Dus. Kom op. Ik denk dat hij hem net tegen de rand aan tikt of zo met deze. Nou, kom op. Nou, ik denk dat de silo gerepareerd moet worden of zo, want
hij wil hem niet echt pakken. Ik denk dat die pomp niet goed is of zo. Maar het is niet echt een pomp, het is meer een ventilator. Een zogenaamde worm. Nou, het zit erin. Het gaat niet van harte, maar het zit erin. Deze kan terug op de plek. Je kan wel zien dat een boerderij... Hoor eens, een boom in de weg. Een boerderij is voor klein materieel, want... Dan maar krap zat hier. Het is in ieder geval robuust materiaal, dus ik ken wel tegen een stootje. Hupsakee. Nou. Gaan we de maaier even ophalen. Hoppakee. Dat onkruid, jongens. Oh, 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 oh. Dat wordt nog wat, jongens. Ik hoop dat ik het allemaal bij kan houden, want waar onkruid groeit, groeit geen gewas. Even draaien. In positie zetten. Een klein stukje uitzoomen. Boah, wat een stof. Nou, dit werkt anders dan het moderne materiaal. Dit geen stofafzuiging of iets dergelijks op, dus het is gewoon ouderwets knallen, zullen we zeggen.
nou. Ik heb me uitgevouwen. Het is wel een dingetje dit hoor. Jongen, jongen. Voor het eerst ook met zo'n maaien, hè. Je ziet ze wat helemaal niks, hè. Jongen, jongen. Ja, ik kan nog niet zeggen dat we echt modern materiaal kunnen veroorloven op dit moment. Dus je moet het er maar mee doen. Zo zie ik iets meer. Dus ik ga het gewoon op de rand rijden. Boom. Misschien had het er ook zwaar mee, maar uiteindelijk krijgen we het wel voor elkaar. Zo, het is wel een waaier waar je vlot mee door het veld heen kan, zeg. Het is haast een timelapse als je zo snel gaat. We rijden gewoon langs die grasrand op en dan uiteindelijk ligt alles plat, hè. Er zullen hier en daar wat schandaaltjes staan, maar die pakken we straks wel even apart op. Met name in de bochten daar. De hele buurt zal zien dat wij aan het maaien zijn. Ik heb toch liever iets van een frontmaaier. Maar ja, dit is wat we hebben en daar gaan we het mee doen. Want met 46.000 euro op de rekening koop je geen frontmaaier, dat kan ik je wel vertellen. Het doel is uiteindelijk dat het gras plat gaat en dat gaat echt wel gebeuren. Dus ik knal hem nog even door, maak er even een timelapse van en dan zie ik jullie zo meteen weer terug. Zo, nou, laatste stukje en dan de schandaaltjes en dan is het veldje ook weer klaar en dan denk ik dat we toch geld moeten gaan uitgeven, dames en heren. Want, ik denk dat voor dit wel handig is als we een soort van hark hebben, anders wordt het wel heel langdurig opraven, want het ligt natuurlijk nu helemaal verspreid. En als we even een keer met een hark overheen gaan, dan is dat denk ik een stuk beter.
Zo, dan gaan we even de buitenkant de sandaaltjes pakken die er nog staan. Nou, volgens mij hebben wij 99% gemaaid. Dus dat is hartstikke mooi. Dan gaat deze weer terug. En dan zie ik dat het iets over Halloween is. Dus dat betekent dat wij gaan lunchen. Een siestaatje houden, dat doen ze hier. Dus die traditie die bevalt me wel. Dus ik breng deze even terug naar de boerderij. En dan ga ik lunchpauze houden. En als ik uitgeluncht ben, dan gaan we de... eens even kijken in de tussentijd dat ik naar de winkel ga. En even een hark ophalen. En dan kunnen we mooi... het gras en zo bij elkaar harken en dan kunnen we daarna een rondje doen met de opraapwagen en dan trekken we zowel het hooi als het gras weg. En dan kunnen we beginnen met onze velden te bewerken, want ik wil eigenlijk alle velden geploegd hebben zodat wij eigenlijk met een soort van schone lei kunnen gaan beginnen. Ja, deze parkeren we even hier. Goed. Tijd om met Moeken een boterham te gaan eten. En dan kunnen we daarna mooi verder. Kan ik in de tussentijd heel eventjes op de computer kijken of zij harken op voorraad hebben bij de winkel. En indien nodig, dan kunnen we die aanschaffen. Want ja, dat is toch wel een stukje wat we nodig hebben. En dan ja, kost even geld. Maar dat is niet anders. Dus ik ga even een boterhammetje eten. En dan zie ik jullie straks weer terug.